In de gemeente Alphen was de familie wijd bekend. Mensen vroegen zich af hoe die aan hun geld kwamen en zoveel. En ze droegen peperdure kleding. Ze hadden meerdere auto's, maar ze woonden in sociale woningbouw en hadden geen normale baan. Op die manier was hun handel en wandel ondermijnend in de Alphense maatschappij. Nou, het spreekt voor zich dat op het moment dat je hennep inzamelt, verpakt en vervolgens uitvoert naar het buitenland, dat daar gewoon een fikse organisatie achter steekt. En dat daar heel veel gedaan moet worden om dat voor elkaar te krijgen. En ieder van de verdachten heeft daar zijn eigen rol in gespeeld. De politie doet in februari van dit jaar een grootscheepse inval bij onder meer de Alphense Shisha Lounge Meet & Greet. Daar zouden de verdachten crimineel geld hebben witgewassen. Sindsdien is het loungecafé aan de Van Esstraat gesloten. In totaal heeft de politie 24 kilo hennep aangetroffen. Je zou kunnen zeggen, jeetje hennep, gaan we daar nou in investeren? Het is toch maar hennep. Het is een verzuchting die ik hoorde voorbij komen vanuit de verdediging en die ik zelfs ook bij de politie wel eens heb gehoord. Maar de verzuchtingen over dit onderzoek zijn wat mij betreft niet terecht. Omdat de henephandel, de hennepkweek en alle bijkomende criminaliteit een groot ondermijnend karakter hebben hier in Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft nog vier andere verdachten op het oog. Maar volgens de officier speelt het viertal dat nu vastzit en terecht staat verreweg de grootste rol in deze drugszaak. De rechtbank heeft vandaag besloten dat de zaak voor nader onderzoek wordt verwezen naar de rechtercommissaris. Daar wordt gekeken wat er nog aan onderzoek gedaan moet worden. En over 3 maanden zal de zaak weer op zitting komen. En het onderzoek wat verricht moet worden, dat is deels dus ook afhankelijk van wat de advocaten nog zouden willen.